Je bent dit jaar 50 jaar beeldend kunstenaar. En dat is een hele prestatie. Zeker als je er nog zo fief uitziet zoals jij. Ik heb je net gecomplimenteerd over hoe mooi en strak je in het pak zit. Je bent vandaag de jubilaris, dus zo zie je er ook uit. Wat is er bijzonder aan het werk van Nico? Ja, wat is er zo bijzonder aan? Het leuke is dat toen hij 50 jaar geleden begon, toen zat er al precies in wat er nu nog steeds uitkomt. Het is geraffineerd, het is heel spannend, het is heel mooi materiaalgebruik, vakmanschap, ja, prachtige beelden. Nico, 50 jaar, een heugelijk moment. Ja, zeker. Loopt er nu een rode draad door jouw werk? Ja, echt vanaf 50 jaar geleden. En dat ontdekte ik op een gegeven moment aan de hand van een tekening waar ik een beeld had gemaakt, wat ik kwijt ben geraakt. En dat heb ik in 2012 opnieuw gemaakt. En toen dacht ik, verdomme, ik ben eigenlijk al 50 jaar bezig met werken die karakteristiek zijn voor mijn oeuvre. Dus op die manier. Na de Academie voor de Beeldende Kunsten Sint-Joost besloot je in 1967, dames en heren, in Tilburg aan de Fontes Academie voor Beeldende Vormingen te gaan studeren. Ik heb samen met hem op school gezeten. Hij was één jaar verder als ik. Hij was één van de mensen die toen al grootschalig werken maakte. In tegenstelling tot alle andere studenten die dat zo klein mogelijk deden, want dan kon het achter op de fiets. Dus hij had als enige een echt transportmiddel, de transportfiets, waarop hij al zijn grote werken kon sjouwen van de ene plek naar de andere plek. Dat wil zeggen van zijn atelier naar de academie en terug. Ik ben echt fan van zijn werk en heb hem ook altijd met veel plezier en ook interesse gevolgd. Zowel in zijn grote werken in de openbare ruimte als in zijn kleinere composities die meer studieus van karakter zijn. En waarin hij eigenlijk alles uitdoktert hoe het dan in een situatie kan worden toegepast. Wat je in ieder geval ook in je werk hebt laten zien is je fascinatie voor carnaval. En dan met name de carnavalsoptocht. Als 7-jarige jongen bouwde je de optocht van Bergen op Zoom in het Kleina. Nou, dat vond ik een van die dingen waar ik helemaal door gefascineerd werd toen ik dat bij jou zag in je atelier. En later ging je zelf wagens ontwerpen en je sleepte hiermee prijzen in de wacht. Ja, je zou willen dat eigenlijk bij het carnaval dat men nog steeds vanuit die kunstzinnige blik naar de wagenopbouw kijkt. En soms is dat ook zeker het geval. En soms zou dat nog wel misschien iets meer kunnen. Tom, heb je iets te vertellen over het werk van Nico? Ja, zeker ja. In de eerste plaats vind ik zijn werk ongelooflijk helder en zuiver. En wat ik heel knap vind aan hem is dat hij al heel vroeg wist wat zijn weg moest zijn en wat zijn stijl moest zijn. En hij heeft daar heel voortvarend eigenlijk aan vastgehouden, maar heeft zich daarin ook ontwikkeld. En dat vind ik heel knap. Hij maakt ook echt 20e, 21e eeuwse kunst. En daarin is hij heel integer en straightforward. Echt een hele goede kunstenaar. Ik ken het werk van Nico in grote lijnen. Ik volg het een beetje op afstand wat hij doet. Maar ik vind dat hij met een zekere regelmaat werk laat zien wat groot is, wat monumentaal is. Ook als het heel klein is uitgevoerd. En hij weet een soort consequentheid aan de dag te leggen die je niet bij iedere beeldhouwer tegenkomt. Beste Nico, de genegenheid die jij voor Tilburg voelt is wederzijds. Jouw kunst en jouw persoonlijkheid zijn onlosmakelijk verbonden met de stad. En het is dan ook niet voor niets dat de gemeente jou in 2014 vroeg om een onderscheiding te ontwerpen. Een onderscheiding die we uitreiken aan personen en organisaties met bijzondere verdiensten voor de stad en die zich hebben bewezen als ambassadeur voor de stad. En je hebt in 50 jaar meer dan bewezen een ambassadeur voor Tilburg te zijn. En het is mij dan ook een groot genoegen dat ik jou namens het college van burgemeester en wethouders jouw eigen Tilburg trofee mag overhandigen. Ik vind het tof dat hij de medaille van Tilburg gehaald heeft, want die heeft hem zelf gemaakt. Dus dan krijgt hij weer wat terug.